3. Vorige keer in Neptunia Age. Toch 3 geslagen. Sony heeft zoveel mensen verloren dat ze besluit om meer mensen in te huren. Oh. Maar, hier is de vraagje eigenlijk. Was Sony altijd, like, had Sony meerdere locaties? Like, eentje in Japan, andere in Europa, eentje in Amerika. Nee, like, we hebben het over de headquarters, like, de hoofdbasis, zeg maar. Dat is altijd in Japan geweest, want dat is een Japanse bedrijf. Ja. Yeah. Dit is de hoofdkwartier in Californië. Ja. Yeah. Fucking geniuses. Wat hebben we met hem? Like, op dit punt. Ik ben gewoon blij als Sony gewoon failliet gaat op dit punt. Net zo. Want voor mijn part is like, it's jammer. Ik ben gewoon met fans, you get these hands. Dus like, Sony was het hele bedrijf waarmee ik nog een goed met het game. En dat was de eerste console die was. Fucking PlayStation 2. En dan gebeurt er deze fucking onzin. Mijn eerste console was de Super Nintendo eigenlijk. Maar ik had de meeste herinneringen met de PlayStation 1. Dat was waar ik echt heel erg begon. Dus ik ben ook teleurgesteld. It's like, fuck it. Dat is de reden waarom ik bij de PlayStation 3 en de 4 nog thuis heb zitten. Ik ben zo fucking confused right now! Ik weet zweer, dat gebeurt niet in 4020. Ik ken hem wel. Ik gebruik er niet. Fuck. Oh shit, zijn we nu al voor elkaar de zon aan het spelen? Oh, ik ben niet geloofd dat de OVL white is. Zo, is dat eentje die je krijgt met wanneer de populariteit en zo verhoogt en shit? Ik denk het wel. We hebben gewonnen. Nice. Fucking zuigen. Zak me dik. Fucking scrub. Grappig hè, hoe Kurumi ook al... Kurumi ook al... zegt scrub geloof ik ook. Ja, Kurumi noemt ons fucking scrub de hele tijd. Jackass. Is een Kurumi confirmed voor Call of Duty player? Ik weet wat het is met Sony, maar elke keer weer deze, like, ze zijn net, like, ze zijn precies op de war. Elke keer weer dit goed voor hun gaat, worden ze fucking arrogant en dan gaat het verkeerd. Want ik weet nog in de PlayStation 3 tijden waren ze volgens mij ook heel erg arrogant. En toen ging alles fout. Ze maakt, volgens mij was de PlayStation 3 ongelooflijk duur en had ze ook nog eens een hele domme controller gemaakt. Nou, de controllers zijn nog steeds... De controller nee. Blijft kut. Nee, de controller is kut. Maar het was niet dom gedesigned. Zoals de PlayStation 3's eerste controller. Dat was een fucking banaan. Jess. Een fucking banaan? Ja! Ik heb het niet gezien. De eerste fucking... Europa is a fucking link and see it for yourself. Wat is dit? Ik zeg het je. Dit was hun eerste fucking design voor like a PS3 controller. Voordat mensen oh, zeiden nee, van... Het ziet er echt verschrikkelijk uit. Like, hoe kun je dit vasthouden? Is like, dit was het eerste design. Voordat like, mensen zeiden van dit is het kutste design ooit. Ga gewoon terug naar de OG. Dit is erger dan de Duke controller. Like, de Duke controller kun je het vasthouden. Dit is gewoon... Like, hoe kom ik bij de Joy-Cons? Hoe kom ik bij de joysticks? Je moet hem goed vasthouden bij like, waar de ballen zitten, Jesse. Nee. En toen hebben ze dat weer teruggedaan naar de oude... PlayStation 3 controller, nee, de PlayStation 3. Ah, ze hebben weer clones gemaakt van ons, NS. Elke fucking Neptune is pas een clones gemaakt van ons, het is niet te geloven. Fuck! Dus eigenlijk wou ik in mijn fanfiction. En dan doet die mensen altijd waar de kleine zusjes slecht waren. Want je ziet altijd dat like, je hebt slechte versies van de oudere zussen, maar niet van de kleinere. Die zijn pure and innocent. Exactly, dat is like, nou ik wil ook een keer tegen fakes vechten van de kleine zusjes of zoiets. En zeg de enige keer dat net dat de zusjes kwaadaardig worden is wanneer net keer de Kia verhaalt.
Ja, dit is waar het splits. Daarom is victory 2-0. Moet je een route kiezen en je kan niet de andere route spelen die ene playthrough. Dus je moet Duel Game Plus doen om beide routes te doen. En victory 2-0, omdat natuurlijk je hebt geen Duel Game Plus, doe je allebei doe je beide routes gewoon. Wat vreemd is, maar goed. Dat is wel eigenlijk een raar ding, of niet? Dus like, het is best wel raar. Want met Victory 2R is like, dat lijkt me gewoon als een logische manier om het einde te doen. Like, ze splitten ze op en dan komen ze weer terug bij elkaar, maar... Ja, en Kerst is alles weet van, je doet toch New Game Plus. Daarom maken ze het ook de baas zo fucking moeilijk. Ja, want holy shit, de baas in lijkt de... We gaan natuurlijk voor de Hyper de Beste route als eerst, want dat is eigenlijk te doen. En ik heb ook wel wat level gegrind, want holy shit. De fucking CPU's die zijn fucking moeilijk. De fucking clones zijn fucking sterk, man. Fucking Citrijfavel spammers. Wat denken jullie wie jullie zijn? Denken jullie dat jullie badass zijn of zoiets? Jullie zijn eerst niet dood gegaan. Hi. Wel, terug thuis hier. Hebben we deze team die al speelt. Mooi. Everything is fine and dandy. Everything is fine and dandy. Scrub. Wacht, ik hoor wat. Scrub. Ik hoor iets en ik ben er niet blij mee. How is that boomerang for a controller? Censorship. Nani? Darkness. Rugzak. Natuurlijk, al die dromen die we hadden in de hyperdimensie, like de vorige arc, heeft natuurlijk te maken direct met UZB. Uh-oh. Zij is hier. God damn it. Dus ja, en de game console is haarzelf. Zij zit vast in de game console. Dat fucking zacht. Oh, ik haat deze stoel. Ik heb hem beter nodig. Maar ga je ons sowieso niet vernietigen? Jeez. Hij gaat in hardcore. Zo een keil. De enige persoon die we kunnen vertrouwen. Just wat een easy payment. Was dit best first consent? Ja, sowieso. Kijk naar eens voor met disgust. Sure. Bedoel, laten we eerlijk zijn. Neem ik waarschijnlijk de hele foto van de war gekocht van jullie. Laten we eerlijk zijn hier. Ja. Fetish is Trump money. Daar gaan we, Sony. Leer je fucking les. Nee, Sony moet nog steeds denken dat ze beter zijn dan ons. In elke fucking manier. Dus gaan ze, like, AAA spellen publishen, like, promoten, terwijl ze, like,
voor hardcore gamers gaan. Zijn het de reden waarom de hoofdvijand dingen doet? Hij wilde gewoon alle Busty Plots hebben. I don't blame him. I love Busty Plots. Oh nee, ik vind wel vele voor is best week de school of Blackhead side-up toetsen de rest. Wat is side-up bedoel je? Sure. Damn it, Steamix. Zij heeft hem geraakt met een critical hit. For massive damage. Well, to be honest. Als een of andere geest in de hele tijd een stalker is, ik denk dat Steamix nog steeds daar kan. Met een soort of black depression, die baby kan tegen zo'n stap. Jezus. Dus wacht, van jullie ziet dat mensen uitpurven aan het zijn voor de war en ze is het leeft maar mee. Dit is een fucking twee. Asher voelt zich beledigd. Is like, ik ben niet zoals dat filtaar. Wel, eerlijk gezegd, het is... Kuremix Jox is een beetje ik in Reaper 3. Wat die kut ziet. Stel je voor dat je door al die kutjes heen zit te kijken in een hete zomer. In Reaper, van Reaper 3. Is een beetje. Ik zat daar in toevallig in Turkije. Dat was daar volgens mij 30, 40 graden. Fuck me. Dat was een leuke tijd. Maar heb je de Lapsals gevonden in Turkije? Lapsals in Turkije? Jammer genoeg nooit. Alsof ze wat kon doen. Wat ze niet wist is dat we nog steeds de komst onder onze handen hebben. We zeiden alleen wat verstopt. Ik denk dat ze het zou kunnen voelen tot op dat punt. Goed punt. Het is haar ziel uiteindelijk op haar lichaam. Ja. Zal ik even voor pauze doen ofzo, wat zeg je? Wacht hoor, niet wel. Dan zit je er weer. Nee, dank je. Doei. Ga het gewoon uitzetten. Wat ik haat hè, is wanneer iemand belt, maar ik heb geen idee wat het nummer is. Wat? Oh, je had al gesproken, dus je hoeft alleen maar een contract te tekenen. Zo, je zit daarmee goed. Like, het is like, het nummer. Ik ga het natuurlijk eruit editen, maar het nummer is like 31. 31, 36. Laat het, laat het gewoon goed, is goed. Is al genoeg. 31, 38, zoiets. Zo dat veel gaat zeggen, maar één. Maar de eerste nummer was al genoeg om te begrijpen dat het volgens mij van het buiten was. En... zelf, ik denk van misschien is het voor werk, maar ik heb al de inbox al beantwoord voor werk. Waarom zouden ze me nog moeten bellen? Daarom. Komt uit Almere? Let's just go. Maar ja, ik heb zoiets van, weet je waarom bellen wanneer we al de afspraak hebben gedaan en wanneer de afspraak al gemaakt is? Als je al zo hoog staat veranderen kan, kan je dat ook gewoon via de e-mail doen. Ja toch? Weet je wel. I want to be
We have the award, I just have a little girl sit on us. So nice, okay. Als ik gewoon terug ben. Oh, Emma! Stop being nice to me! Als dan kan je gewoon terugbellen als het lijkt. Als we klaar zijn met like, de eerste sessie. Of de eerste ronde. Ik doe dat niet, en ik doe het niet. Is goed om te weten. Het is vooral met nummers die ik niet ken. Want ik heb zoiets van. Ja, maar. Dadelijk! Oh, ik zie er echt aan vol. Zo, waar komt de vleugels vandaan? Cold Heater 2. I see. Heet Rage Burst. Ja, ik weet, het spel heet Rage Burst, I know. Nee, maar dat is ook de naam van deze techniek, Rage Burst. Ik zag de vleugels in de opening van God Eater 2. Want ik had ook zoiets van, waar komen die vleugels toch vandaan? Ja. Yeah. Het is van God Eater 2. Want ik begrijp God Eater 3 is gewoon een heel ander verhaal. Wat ik nogal jammer vind, maar goed. Is dat mijn probleem is met spellen zoals Call of Duty, met hun verhaal en zo? Wat is er mee? Het is een van die verhalen waar je hebt de apocalypse, je hebt al die monsters en lore en shit. Maar ten eerste, soms, het kan soms zijn dat je nooit weet waar ze vandaan komen. Dus op een gegeven moment precies van, oké, whatever. Maar de twee wordt nooit opgelost. Like, het probleem blijft altijd gewoon doorgaan, want anders kunnen ze niet stoppen met spellen, baken of shows of zoiets. En ik heb er gewoon een hekel aan. Ja. Is dat hetzelfde probleem met de zombie-afkomst en zo? Oh ja, dat is like Dead, The Walking Dead heeft dat het ergst. Ja. Volgens mij is The Walking Dead de meest oninteressant. Like, het was interessant in het begin, maar het verliest de touch, de focus. Of iets, like, bij het einde of zo. Wist heeft Kantai Collection. Eén ding vertelt met zijn anime, wat like, waar de vijanden vandaan komen. Ik denk dat hele ding met. Ik denk dat hele ding gewoon met, like in het geval van een Kantai Collection. It's war. It's een invasie, toch? Het is gewoon oorlog op dat punt. Alles weer. Maar in de film hebben we wat nieuws geleerd. De abyssels waar we tegen vechten zijn eigenlijk de shipcrawls die gezonken zijn. Oh, dat is oh fuck, het is een zombie-invasie! Het is! De film was geweldig beide. Ik moet zeggen, wel, like, wat je wel, like, sommige mensen vinden anime niet goed, maar de film was wel best wel goed. Huh. Het is gewoon jammer dat de franchise een beetje dood aan het gaan is, terwijl ze nog steeds het hele seizoen aan het maken zijn. Want Azur Lane heeft gewoon de franchise vermoord. Azur Lane, de franchise-killer. Ik heb een nice meme. Wat is een meme? Oh god. Waarom heeft Konami zo'n cute stem? Why is een fucking yandere? Why do that to me, game? Laat me denken. Volgens mij is dat like een curse met yandere. Zo van cute en shit, maar. Dan komt de masker af. Hier met een zwaard van Monster Hunter en een slecht uit. Nog wat? Daarnet? Ja. Oh, de grote. Dus, was dat die triple. Die three charge ding? Ja. Dat is de Great Sword. In het geval van Monster Hunter. It's like. De Great Sword is een hele zware wapen. Zo'n beetje hit en run. Maar het heeft een charge af. Zoals je daarnet hebt gezien. Dat is een beetje het. It's like vroeger speelden mensen. Like vroeger met de oude spellen speelden mensen. Like de Great Sword als een hit en run strategy. Like ze zien de openings, ze staan ermee. Want een normale slag doet gewoon veel schade. Ik vind het leuk dat Keisha gewoon danst met de fucking main, like, submachine guns. Het is een referentie naar Revolver Austin, hoe hij steeds fucking speelt met zijn revolvers. Ah. Ik maak shit up, by the way. Ik kan het zien. Het is like, een fucking Metal Gear Solid ding waar hun vader like, over de top fucking bewegingen soms doet. Vooral Revolver Austin. Revolver Austin is fucking gestoord. Ik heb het gezien. Maar ik zat.
Ik zit even te lezen naar een van mijn fucking vrienden. Een vriendes ontslag e-mail voor het moment. Hij zat dus te werken bij deze fucking restaurant. En deze restaurant is. Hij begon daar te werken. En hij was er nu al klaar mee. Oh god. Is dat elke keer waar hij daar aan het werk is? Is dat, hij werkt daar, hij kwam daar en ze denken dat hij fucking topchef is ten eerste instantie, wat dan de eerste fout is. Dus ze laten hem alleen in de keuken. Is dat niet geweldig? By the way, hier doet Esha de doktersding. Als je teleporteert. Right. Zullen we dat konden doen in Final Fantasy 15? I know. Alles wat we krijgen is gewoon een lekker overpowered attack. Nou, wat nog krachtiger wordt met de DLC-wapens. Warp to win! Warp to win! Always warp! Always warp! Always warp to win! Is like, op een gegeven punt, mijn even van te denken met 15 was vooral die air dance dat ik soms doe, is dat je dan nog aanvallen, maar... De damage scaling in dat spel is fucking onzin! Dat en like... De spel is niet goed, hoe zou ik zeggen? Is niet de beste. It's like, it's an okay spel. 15, ja. Ja, het is... It's niet vreselijk, maar het kon zoveel beter. Ik vond de tweede helft best wel shit. Like, de eerste helft en de postgame is heel okay. Soort van. Like, het battle systeem is steeds best wel... Ik vond dat het beter kon. Ik vond dat het battle systeem echt beter kon. Als like, ze konden Kingdom Hearts kopiëren, het zou beter zijn. Ja. Yeah. Want de damage curve in dat spel is fucking gestoord. Heb je nog. Je weet hoe fucking gestoord de damage curve in dat spel zou moeten zijn. Ja? En ik vond het jammer, want het had heel veel potentie. Het is gewoon. Rushed en al dat soort shit. Het is een onafgemaakt spel om het zo te houden. Ja. Dat ze proberen af te maken met DLC en zo. En, weet je, het is een prachtig uitziend spel, maar ik denk dat het. Like, de detail zorgt er ook voor dat ze er gewoon niet echt veel goed aan konden werken en shit. En ik heb. En ik vind dat Safe hetzelfde probleem heeft, daarom doen ze het even solid. Ik zeg het zo, en die gaat nooit afgemaakt. Ik heb het alles, maar ik wil niet dat het dan een goed spel opoffert, weet je wel. Hoeveel wil je dat 7 nooit gaat afgemaakt worden, nou, bij episode met disc 3, om het zo te zeggen? Pas, ik krijg geen fuck, Pokémon daarentegen altijd meer graphics kunnen gebruiken. Ik zeg, weet je wat voor level van graphics ik zou verwachten? Ik heb er nog één van de levels, like in... In Fairy Fantasy 7, volgens mij de grote level waar je kan dashen en zo. Ja. Die zag er volgens mij mooi uit en dat was gewoon simpele graphics. Die zag er al beter uit dan wat even fucking Sword and Shield heeft laten zien. Dat is alles wat ik nodig heb van een fucking Sword and Shield, weet je. En dat is een lage budget game. I know, right? Het werkt alleen met kastelen, je fucking beloot! Fuck, ze weten eerst wat voor beams aan het gebruiken zijn. Fucking scrubs. Oké, sorry, maar volgens mij hebben we ik heb geen permissie gegeven om mij in het spel te stoppen. Ah, dus hij is bekend als de Village Lollicon. Dat is lekker een dorpsgek, maar dan met lollies. Elke dorp heeft een Lollicon ergens. Ah, Share Christ. Dammit, iedereen wil het doen. But we can't all activate it. Nou, jullie wilt het ook gebruiken, maar dit was volgens mij de only same man is, dus zij gaat gelijk gebruiken. Sharing field.
Kijk daar, fucking smile. Een smugface. En dan wordt alles verpest door deze twee. Fuck it up. Ze moeten DLC party bij Mr. Worden, man. En Isha wil dat ook gebruiken. Dus ze krijgt het gewoon. Kijk hoe fucking blij ze is. Ja, die vindt deze grote veld op dit in de achtergrond spelen. Dan gebruikt hij de doek als de Sheer Crystal. Zie Willy wat het te twijfelt. Dan heb ik echt nooit mijn character privilege. Het is heel sad. Ze zal de laatste persoon zijn die like een spin-off game gaat krijgen voor opnieuw. Je draait het fake me toe, dit is Yuri. Oh shit, oh fuck, oh shit. Dark Megami zit er gewoon te wachten, is like it. Can attack me. Een expression icon, een fucking emoticon. Kun je je voorstellen dat Dark Bank gewoon een like, mini iPhone, een like, emoticon aan tekst is daar aan toe? Dat is een reclame te zien, te zijn. Wacht eens even, je hebt twee cutscenes laten zien en ik kan zweren dat bij de eentje de borsten groter zijn dan bij de andere. Dat is like Victory 2 art technologie, Ennis. Kijk, omdat de VR extra groot geeft aan de Wars borsten, geeft ook extra groot aan deze Dark Megami's borsten. Oh, deze is Dark Black. Ja, zie, it makes perfect sense. Maar wat zou het doen? Maar, het zo dat... Groot. Hans is daar aan het werk en hij wordt al alleen gezet in de keuken. Maar dus, mijn vriend... Nee, hij klaar is zeg maar met daar werken en hij gaat dus slapen. De volgende dag wordt hij wakker wordt, hij ziet op zijn telefoon gelijk een bericht daar staan met Alex, alsof hij weer iets fout heeft gedaan. En dat heeft hij voor al 2 maanden lang zo. Ik ben er helemaal gek van. En zeg, elke keer is er wel iets dat hij fout doet blijkbaar en zo. En dan... Doet hij ook echt wat fout of is het gewoon bullshit? Zeg, hij werkt daar voor de eerste keer en ze verwachten dat hij gewoon alles weet ofzo wat de onzin is. Snap je? Dadelijk wordt hij Gordon Ramsay. Oh, nou, mijn favoriet is daarna is denk ik... Het fucking rol! Eén keer moest hij dus de hele like, de stops bij elkaar verzamelen tot ik dingen gaan bestellen en zo. Dus hij is klaar met die stoplist en dan vervolgens krijgt hij weer een bericht binnen bij de groepsim. Van Alex, waarom de fuck heb je paneermeel besteld? We gebruiken die niet eens. Is eigenlijk zulke shit en hij werd helemaal ziek van die werk dat hij besloot, weet je wat, fuck it. Ik neem ontslag. Klaar. Man, wat een fucking epic liedje om naar te luisteren. Waar dit shit. De meest epische vierde muur brengt die ooit zult zien. Dus, over arrogantie gesproken. Er is nog geen andere arrogante consolemaker. Maar die is niet, maar geen iemand die nieuw is. We hebben het over toevallig de goede oude, wat is het? Google? Yes, ja. Google. Oké, dus eerst moet je het ding kopen, dat is like 180 euro of zoiets. Dan moet je een subscriptie kopen, wat volgens mij ongeveer 10 euro per maand is of zoiets. En dan moet je nog games kopen voor volle prijs. Ja. Dus je hebt een streaming service, maar je moet ook de games kopen voor volle prijs. Genius. Holy shit, man. De like, Stadia is fucking dood on arrival, dat is de Oya. Heb je de video's gezien van de Oya die ik heb gestuurd? Ik had niet echt veel video's gezien voor de laatste tijd. Ik ben niet eens op YouTube geweest. Je moet kijken naar de Oya video's die ik heb gestuurd, want het is fucking gestoord. Allemaal fucking bootleg spellen, dat zijn eigenlijk flash games op een console.
Ik zweer het, Jits. Nee man, het is bij de Sony en fucking Google. Eerlijk gezegd, ik had al het idee dat Stadia, wat was dat voor de fucking hele idee met Google? Stadia? Ik vond Stadia al like, in het concept alleen al fucking dom. Om het zo te zeggen. Het gaat gewoon niet werken, weet je wel. Dus like, hier is al het eerste idee dat ze me vertellen. Het is ten eerste instantie, je hoeft de spellen niet. Is voor mij al genoeg reden om te weten dat dit is van Google. Dezelfde bedrijf die mensen al aan het censureren is, zeg maar. Leftist bedrijf. Fuck nee. Daarna hoor ik, het is een streaming platform, dus je hebt niet eens de console, je streamt het gewoon. Wat al de idee brengt van, nee, de internet spellen, idee is al de eerste probleem. Spellen vereist meer hardware, vereist meer energie en kracht, weet je wel, om het goed te laten werken. En dan heb je, like, sir, Google is rijk genoeg om dit te doen, maar je brengt het idee dat internet, we hebben internet nodig, goede internetverbinding nodig voor zulke dingen. En zelfs dan moet je hopen dat er geen input lag is, of dat de bitrate goed is. Want ik heb gehoord van iemand die het speelde, die het gaat testen, dat de bitrate net zo goed is als de YouTube bitrate soms. En we hebben al gezien hier, waar shit dat is. Oh god. Nee, ik zeg het, de idee alleen al. Een streaming service waar je die streamt spellen, om te kunnen spelen. Oh, nee, het is dom. Het is een concept dat ik nu al heb weggegooid. Nintendo deed het veel beter met zijn handheld console hybrid. It's like, als het mij ging... Nee. Je oont de spellen niet eens, dus het werkt gewoon niet. Nee. Game preservation is dit ook hartstikke shit. It's like, het is een goede cash cap op dat punt. Gewoon voor de Mongolen. Ja, dat sommige mensen gaan halen. Daarom. En Crawlbat, of hoe ze me nou ook heet, gaat er gewoon een grappige mooie grote video van maken. Ik kan niet wachten. Want hier is ook een andere punt. Het is een streaming server, toch? Dus er is een server dan. Dus yes. Deze server heeft sowieso server maintenance nodig. Zoveel fucking servers in MMO's hebben dat ook nog gehad. Server maintenance en shit. Yeah. Zo, er zullen punten zijn waarbij niet iedereen dat kan, waar de mensen die hun spullen niet eens kunnen spelen, maar ineens maar willen. Het is een server, dus... Wie weet, de hoeveelheid mensen die op die server zijn, kunnen dus ook die input lag verzorgen. Ik heb al de meest ergste gedeeltes al gehad met YouTube. En Google is natuurlijk degene, de eigenaar van YouTube, hè? Ja. Als niet eens één website goed onder controle kan houden, hoe gaan ze hele fucking gaming streaming goed onder controle houden? En dan nog eens het fucking idee ook nog, hè? Like, fuck, yo. Met dat gezegd, als je echt nog een goede game subscriptie wilt zien... kijk daar dan naar de Xbox Pass. Voor 15 euro heb je Xbox Live. En alle games op. En 100, volgens mij 160 games op PC en op de console. Jesus. En je kan nog dan natuurlijk altijd spellen fysiek kopen omdat ze ons officieel te ownen. Dus weet je, je hebt toch wel wat. Ja. Maar dan nog steeds, ik heb gewoon zoiets van. Nee, yes, dit punt is echt de Switch en de PC gewoon winnen. Ja. It's like, sure, de PC is like, well, like a pain in the ass, maar it's nog steeds voor een groot gedeelte, like Steam heeft wel problemen, maar voor een groot gedeelte de reden waarom ze beter zijn, is gewoon niet veel aan de politiek houden, zoals like Sony en Microsoft. Houdt Microsoft van de politiek dan? Niet zo erg als Sony nu. Idee van. Maar je weet waar Microsoft zit, hè? Ja, hij zit ook in Amerika. Er zit ook een California zeker erg. Hij zegt net. Godsamme. Is de hele. Nee, de Switch is gewoon op dit moment like, een van de beste consoles van ze allemaal. En zei, kom op, je kan het fucking meenemen waar je maar wilt en zo. En zeg, het enige probleem met Steam is ze weten niet wat ze willen doen met hun regels. Right. Ja, dat heb ik een groot probleem mee. En voor de rest, de meeste spellen die eruit komen, komen niet aan. Zij zijn de publisher. Zij zijn gewoon een platform, een winkel. Dus, de games die eruit komen, komen niet van een bedrijf. Dat is een of ander ding. Ze krijgen alleen maar een kut, zeg maar, die publishers en zo. Zo'n beetje. Dus, Steam is nog steeds een goede platform om je indie devs en zo te supporten, zou ik zeggen. Dat wel. Maar ik guess dat ik mijn fucking hentai games wil downloaden, dan doe ik dat via de officiële like, sites directly, I guess. Ja. Het ding dat ik heb trouwens, mijn probleem is dan wanneer ze dingen verwijderen voor geen reden. Like, ik zie bijvoorbeeld één spel en ze verwijderen en zeggen van ja,
Het is een pedofilie. Maar het valt gewoon juist tegen dat hele ding in, though. Like, het heeft geen seksscènes. Dat is gewoon en het hele punt van die verhaal van het spel is om tegen pedofilia te gaan. Of nee, het is gewoon, Steam weet niet hoe ze regels bijhouden. Ze weten niet wat ze willen. Dat is de grootste probleem. Het is bijna nog steeds het domste ding om eerlijk te zijn. Ja. In seks, ze moesten gewoon luisteren naar Todd Howard. Die zei, laat alle spellen erop. Dat was Todd. Nee, dat is niet Todd. Niet Todd. Todd Howard was degene die zegt van, ja oké. Ik weet dat er wat kritisch is bij Bethesda Fallout 76, maar hey, onze community is best goed, nadat ik iedereen heb verwijderd van een gezicht van een planeet. Zo, Jess, even vertel me, wie was het ook weer die deed met Steam? Hm? Wie was degene die... Huh? Gaten. Steam. Ja. Steam is eigenlijk de... Laat ze moest hem gewoon luisteren. Gabe. Zijn naam is Gabe. Gaben. Ze moesten naar Gabe gaan luisteren, like. En zoals hij deed... G-A-B-R. Ja, nou, maar ik ga het verkorten, wat fucking. Ze moesten naar hem luisteren. En je verkort met één letter, dat is what the fuck. Ze hebben ook gezegd, en hoe gaat het met jou? Maar nog steeds, dus, like, ze moesten hem luisteren. Doe alles verder erop. Niks aanraken. De customers beslissen. En klaar. Killer soft op. Maar nee, we moeten per se onze fucking customers baby en shit. I know, why the fuck? For fuck's sake, je bent de publisher of niet? Het is like, Steam is zo'n publisher of zo'n platform. Nee, een pauze gezet. Oh nee, dit is het ding dat ik straf tijdens, kan ik wel even. Oh nee, for fuck's sake, Steam is een platform. Ze zijn niet verantwoordelijk voor wat hun developers doen. Toch? Is like, laat de ESPR-rating het oplossen, shit, weet je wel. Precies, like de ESPR, fucking hell, dat is toch fucking